Goedemorgen, het is vandaag 12 februari en we zitten in onze hotelkamer in Kissimmee, Orlando. We hebben een hele korte nacht gehad, we gingen om 10 uur of zo. Rond een uur of 10 gingen we slapen. Ik was eerst om 1:30 wakker en daarna om 4:30 definitief. We zijn nu aan het wachten tot we kunnen ontbijten. Jesse zit aan een donut. Yep. En een ei. Het is geen donut. Oh, wat is het dan? Is het wel. Hij is gewoon heel droog. Nee. Eet smakelijk. Dank u. Daar is onze huurauto. Cherokee. Kijk eens, een dikke jeep. Bak jongen, heerlijk. Die zou ik zo mee willen nemen naar Nederland. Oh. Lekker jongen. Ons waterratje. Nou ja, ons waterratje. Een waterratje. Ja, die is daar. Hallo, we're at Walmart. Kijk eens wat ik gevonden heb. Mijn speedsticks. En kijk eens wat Tineke heeft gevonden. Prachtig, prachtig. Maar ja, deze hier was ik heel lang naar op zoek. Hallo. Lisanne, waar zijn we nu? We zijn in het winkelcentrum. Ja, maar weet je ook hoe dit heet? Nee. Jesse? Ja? Hoe heet dit? Iets van... Het begint met een T. Het begint met een T. Ja, Peter, waar zijn we naar op zoek? We gaan op zoek naar een zonnebril voor mij, want ik ben mijn zonnebril vergeten. Nieuwe zonnebril. Hij heeft zijn nieuwe zonnebril. Mooi, hij is van echt hout. Kijk. Ja, echt hout. Echt houten nep hout. Zonnebril, echt nep hout. Ja. Super mooi. Hé, hey, waar zijn we? Waar zijn we? In celebration. Celebration. Time. We zijn in celebration. Ergens bij een dorp van de meneer die dit
Brand heeft bedacht. En die heeft dus huizen gemaakt voor de mensen die daar werken. Walt Disney. Ik word heel erg afgeleid trouwens door al die vogeltjes daar in de boom. Die zijn enorm aan het fluiten en aan het doen. Hier, daar zit er ook weer een. Ja, ik ga kijken. Daar ook. Ja, maar het is wel mooi hier. Kijk. Alleen mijn rare kop de hele tijd in beeld. Dat is wel jammer. Doe even zo, ja? Oh, daar heeft hij niet. Nou, er komt zo nog wel meer van dit mooie dorpje. Vies. Hoe smaakt jullie koekiedoos? Zijn jullie er al zat van? Nee, maar ik heb echt heel erg dorst. Goh. Ik heb regenboog-ijs. Dit is, wat was het? Macaron almond. En we zitten nu in... Oh, ik weet even niet wat de naam is van deze tent. Maar daar kun je allemaal macarons kopen. En hele, echt hele bijzondere bonbons. Lekker. Maar ze er langs rijden. Jij hebt ook eisen, hè? Oh ja, dan... Ondertussen worden we opgenomen door mevrouw op de achterbank hier. Is het zo? Ja. Och, jezus. Ze verwacht dat we weer gaan zingen. Celebrate good times, come on! Is het glazuur of zo? Lekker. Een pannenkoek met slagroom. En glazuur. En ook nog spek en een worstje en ei. Dat moet het niet gekker worden, ja. En wat hebben jullie gedronken? Ik heb ijsthee. Ik drink nog steeds trouwens ijsthee. Ik heb een cola. Oh. Pepsi cola. En wat heb jij? Cola, Pepsi. Vonden jullie het lekker? Nee.
Ja, een smerige siroop hier. Dat is een beetje van de bach. Nooit weer. Nooit weer aan, joh. En die free refills slaap ik allemaal nergens op. Blijf maar drinken. Nou, het was allemaal maar een grapje. Het is hartstikke lekker, toch? Jij komt 10 kilo zwaarder thuis, denk ik. Zo, dit is alweer het einde van de vlog van dag nummer 2 hier in Florida. Stiekem zijn we al begonnen met dag nummer 3, maar dat zie je in de vlog van volgende week. Tot volgende week! Tot volgende week! Doeg!